In control. Brothers, sisters, the apocalypse is upon us. Your souls will only find salvation if you have the courage to shed off your earthly belongings. Jullie zijn muzikaal te omschrijven als eigenlijk een early hardcore act uit de toekomst. Kun je dat toelichten en hoe zie je dat zelf? Nou ja, wat in feite het verhaal is natuurlijk is, wij zijn eigenlijk zelf opgegroeid in de scene, zeg maar, in de jaren 90. Dus echt dat de scene echt op zijn top was, zeg maar. En zelf eigenlijk ook toen al met de muziek zelf bezig geweest door het te draaien en zo. En ja, we hadden toen eigenlijk de voorbeelden van de oudere generatie. De generatie voor ons was zeg maar een soort van ons voorbeeld. En dat hebben we een beetje opgepikt. En wij zijn dat eigenlijk door gaan zetten. Ja, zodoende zijn wij dat eigenlijk gaan doen als een soort van opkomende nieuwe generatie. Zijn wij in die early hardcore gegroeid. Zonder eigenlijk muziek te hebben uitgebracht in die tijd, weet je. En dat, ik denk dat kenmerkt ons wel, dat wij eigenlijk die sound zijn blijven promoten, om het zo maar te zeggen. Terwijl en dan komt u geprobeerd hebben het een andere kant op te sturen natuurlijk. Want het is dus veel meer dan nostalgie. Ja, zeker. Kijk, juist doordat er over het algemeen natuurlijk, en dat kun je de mensen ook niet kwalijk nemen natuurlijk, want die komen niet iedere week meestal op een feest, sommigen wel. Ja, die willen op een gegeven moment vaak de dingen horen waarmee ze een soort van verbintenis hebben. En juist daardoor komen natuurlijk je oude gedachten opspelen op het moment dat ze juist weer die tracks horen. Ja, en vanuit die optiek is natuurlijk vaak een feit dat men toch voor diezelfde platen kiest. En dat proberen wij te voorkomen. Waarom werken jullie als een team? Ja, we hebben eigenlijk dezelfde filosofie over de muziek gehad eigenlijk. We zaten daarmee heel erg op één lijn. En eerst draaiden we eigenlijk nog apart van elkaar. En toen zijn we een keer wat feest gaan. Eigenlijk gewoon voor de lol in feite samen gaan draaien. En dat klikte dus dusdanig. We vulden elkaar echt aan. Hij had weer zijn knowledge over de muziek en ik weer mijne. En dat vulde elkaar dusdanig aan dat je een soort van verhaal in de set echt begon te krijgen. En ja, dat proberen we nog steeds heel veel echt wel een verhaal te vertellen in die set. En dat voelt gewoon goed om dat samen te doen. En dat is er eigenlijk een beetje ingeslepen. En we zijn zoals gezegd goed op elkaar afgestemd, zeg maar. En ja, dat wilden we eigenlijk gewoon zo houden. En dat bevalt heel goed eigenlijk. Waarom grijp je niet terug op die early sound en draai je geen industrial bijvoorbeeld? Nou, dat is wel zo. Wij draaien ook gewoon de hedendaagse hardcore. Wij kiezen ook vaak voor de hardcore van 2001 ongeveer tot 2005. Wij vinden dat ook een bepaalde periode in de hardcore is geweest die eigenlijk trendsetter is geweest voor alles wat nu momenteel gedaan wordt. En ook nog met een bepaald gevoel. En dat is voor ons wel heel belangrijk in de muziek. Kunnen we hier in de kamer even vertellen waarom we jullie set absoluut niet mogen missen? Nou ja, wat wij willen gaan doen is eigenlijk de early hardcore sound als een verhaal vertellen, zeg maar. We willen eigenlijk van het begin van de hardcore, dus begin jaren 90, tot richting het einde van 90, zeg maar, voordat het eigenlijk eventjes even terugging, willen we gewoon gaan vertellen in één set. En dat gaan we door middel van de platen doen, voor ons kenmerkende platen, voor dat decennium, zeg maar. En we willen dat echt over gaan brengen en laten horen dat er ook meer is dan voor veel mensen die avond zullen komen, denk ik. Dat er meer is in die sound dan je denkt. En veel meer. En dat is onze soort van opdracht die we onszelf gegeven hebben, dat over te gaan brengen op het publiek. En ik denk dat dat zeker gaat lukken.